Nummer 6, Koninklijke HFC in het wit op bezoek op Dijkpolder tegen Excelsior Maassluis. Het is de nummer 9 tegen de nummer 6 van de tweede divisie. En Koninklijke HFC in de aanval via Sterling. Zijn voorzet op het hoofd van Tamerus. En dan is het 1-0 voor de Koninklijke. Doelman van Leeuwen van Excelsior Maassluis totaal op het verkeerde been. 3 minuten later de hoekschop van Kruithof. Daan Smit, de centrumverdediger, is mee naar voren gekomen. En die maakt de 1-1. Goeie hoekschop. Smit komt hoog, kopt goed in. Ruststand op Dijkpolder is 1-1. Excelsior zonder de geschorste aanvoerder Redert. Vorige week kreeg hij rood. Probeert het nog wel. Kevin Vink, hij is de nieuwe aanvoerder. En het is best een aardige kans hoor voor de spits. Maar hij schiet mis. Het blijft 1-1 tussen Excelsior en Koninklijke HFC.